SNF Magazine, moet je zien. Het Staatsziekenfonds is er voor ons. Goedendag, het is weer tijd voor SZF Magazine. Het programma van de afdeling PR-voorlichting van de Stichting Staatsziekenfonds. Vrijdag 26 juni, de laatste vrijdag van deze maand. Over een paar dagen gaan we de tweede helft van het jaar 2015 in. Wat gaat het hard? Ik hoop dat u het goed maakt. We hebben weer een specialist erbij. Daarmee, met dat nieuws begin ik. Per 1 juni is aangesloten bij het SZF Dr. Anders Artie Hoeblauw. Zij is kinderarts. Haar werkadres is Slans Hospitaal. En u kunt gebruik maken van haar diensten op verwijzing van de huisarts en ook volgens afspraak. U kunt bellen naar het telefoonnummer 473-655. Dat is het nummer van Slans Hospitaal. Ik heb een oproep. En dat heeft te maken, of die heeft te maken met Dr. Anders Joseph Changsing Pang. Hij is arts en hij was gevestigd aan de Burenstraat, maar hij is niet meer verbonden aan het SZF. We vragen onze verzekerden, de verzekerden die nog bij hem staan ingeschreven, om bij het SZF een artsinschrijfformulier op te halen. En met dit formulier gaat u zich inschrijven bij een andere arts, een arts van uw keuze. De voorwaarde is wel dat die arts ruimte heeft voor nog meer verzekerden. Als u dat nog niet gedaan heeft, vragen we u om zo spoedig mogelijk dat formulier te halen en naar een arts te gaan, want inschrijving bij een huisarts is een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SZF-voorzieningen. Al betaalt u al uw premie of bent u via de overheid ingeschreven, als u niet bij een arts bent ingeschreven, kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen. De huisarts is de poortwachter die toegang verleent tot de overige dienstverleners. En nu een belangrijke mededeling voor onze vrijwillig verzekerden. We zitten in het hartje van de betalingsperiode en we willen u het volgende mededelen. In verband met technische werkzaamheden rond ons nieuw kassasysteem zou er enige vertraging kunnen optreden tijdens de betaling van uw premie. En wel bij een van onze kassas of op het hoofdkantoor of de betaalposten of de filialen. Het kan, het hoeft niet, maar we beginnen u daarop voor te bereiden. Nou, op u wordt daarom een dringend beroep gedaan uw SZF-kaart mee te nemen. Maandag en dinsdag hebben we de langere openingstijden van de kassa. En het is belangrijk dat u uw SZF-kaart meeneemt. Gelijk erachteraan geef ik dan een reminder voor het op tijd voldoen van uw premie. De kassa op het hoofdkantoor is maandag en dinsdag van 7:30 tot 17:00 open. Op de betaalposten, op werkdagen, is de kassa open van 7:30 tot 15:00, ook maandag en dinsdag aanstaande. U kunt de betalingen doen op Lichon, betaalpost Quatta, maar daar kan het alleen met een pinpas en niet met contant geld. Bij de betaalpost Noord in het Telesuurgebouw, daar kunt u wel met pinpas, wel met contant geld uw premie voldoen. En als u hebt gestort bij de bank, dan komt u met uw bankstortingsbewijs bij een van de bankinstellingen en dan kunt u uw kaart ontvangen. En voor het derde kwartaal zijn de dagen waarop de kassa langer open zal zijn al bekend. Die dagen, die data geef ik u de volgende week door. Nogmaals, let u erop, maandag en dinsdag hebt u nog de tijd om uw premie te voldoen. Dus
wacht u alstublieft niet tot het laatste moment. Want 1 juli is een vrijdag, de dag daarna. En de verplicht verzekerde vraag ik ook om te letten op de vervaldatum van zijn of haar kaart. En ik vraag alvast aandacht van de middelbare scholieren die via een van de ouders mee verzekerd zijn. Straks is het juli en dan volgt augustus en dan is het vakantie. Ouders die medeverzekerde kinderen hebben die dit jaar 21 worden, vragen we om dit extra in de gaten te houden. De anderen die al 21 zijn, die kennen de voorwaarden. Maar voor degenen die 21 worden, die moeten echt wel erop letten. Want kinderen krijgen onder normale omstandigheden, medeverzekerde kinderen wel te verstaan, een SZF-kaart die 1 dag voor hun 21ste jaar vervalt. 21 is de volwassen leeftijd in ons land en eigenlijk stopt de verzekering. Maar wanneer het kind aan een erkende instelling volledig onderwijs geniet van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de naam is intussen veranderd, het is niet meer MINOF, maar ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Nou, als het kind zo'n opleiding volgt, dan kan het tot en met het 26e jaar mee verzekerd blijven. Maar er zijn voorwaarden. Het schriftelijk bewijs moet er zijn dat het kind nog schoolgaand is. En dat gebeurt met een schoolverklaring afgegeven door de directie of de administratie van die school. En daarnaast is er ook een SZF-uittreksel nodig. Dat is een speciaal voor deze gevallen ontworpen uittreksel. Dus het gaat om studerende kinderen boven 21 en voor het concubinaat. Daarvoor is het SZF-uittreksel. En onder normale omstandigheden is de vervaldatum voor zo'n kind, 21, tussen 21 en 26 jaar, 30 oktober. En dat geldt voor alle niveaus. Of je nou op MULO zit, want ja, jammer genoeg hebben we ook kinderen die op de MULO-school zitten en die al 21 zijn. Misschien kunnen ze zelf niet helpen, maar voor MULO, VWO, HBO of universitair geldt 30 oktober, zodat je de kans krijgt om je zaken in orde te maken. Let alsjeblieft op de vervaldatum. De ouders hoeven het niet steeds te doen. Wanneer de kinderen adolescent zijn, na de volwassen leeftijd, dan moeten ze echt wel hun eigen zaken in orde maken. Want ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. En ze kunnen zelf komen om hun kaart te verlengen. Met de stukken die ik genoemd heb. Zijn er vragen? Zijn er onduidelijkheden? Hebt u feedback voor ons? De afdeling PR en voorlichting is er. Het eerste aanspreekpunt van de Stichting Staatsziekenfonds. Telefoonnummer 477-101, toestel 226 of 281 of 283 of 407 of 409, 414 of 230. En u kunt ook op onze website op de informatie lezen. U kunt ons een mailtje sturen als u vragen heeft. En volg ons op Facebook. Ook daar kunt u vragen stellen en die worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord. Het was omtrent de vervaldatum van de kaart. Want u weet het, een vervallen kaart op zak, ja, dat bezorgt een heleboel ongemak. Dan gaan we naar de PAGO-kalender, waarop internationale dagen die extra aandacht vragen. Vandaag, 26 juni, is de internationale dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling. De Verenigde Naties heeft deze dag ingesteld om de wereldgemeenschap eraan te herinneren dat marteling van anderen onacceptabel is. Martelen is meer dan geestelijke en lichamelijke mishandeling. Het is een misdaad tegen de mensheid,
tegen zijn gezondheid. En helaas gebeurt het nog overal in de wereld, in oorlogssituaties, maar ook in andere situaties. En dat kan gewoon niet. Voor dit jaar is als thema gekozen R2R, Right to Rehabilitation. Het is van belang dat overlevenden van marteling toegang hebben tot rehabilitatie. In de psychiatrie is rehabilitatie een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. En het betekent zowel revalidatie als eerherstel. En voor mensen die gemarteld zijn en het overleefd hebben, is het belangrijk dat ze hulp krijgen om hen er doorheen te helpen. Dat ze kunnen het niet vergeten, maar dat ze verder gaan. Dat was omtrent de Internationale Dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling. En vandaag is ook de Internationale Dag tegen drugsmisbruik en illegale handel in drugs. Vanwege het groeiende drugsprobleem in de wereld riep de Verenigde Naties in 1987 26 juni uit tot Internationale Dag tegen drugssmokkel en drugsgebruik. Ieder jaar worden er op deze dag wereldwijd evenementen georganiseerd waarbij dan aandacht wordt gevraagd voor dit verschrikkelijk ding, drugsmisbruik en vooral drugshandel. Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. Men kan ze roken, opeten, snuiven, drinken of inspuiten. Feit is dat er zoveel risico's aan verbonden zijn aan het misbruik van drugs, dat u het liever achterwege laat. Voortijdig overlijden, bijvoorbeeld als een zwangere alcoholverslaafd is, kan het ongeboren kind schade ondervinden. Er zijn zoveel dingen, hersenbeschadiging, noem maar op. Een onderzoek heeft uitgewezen dat vele ongevallen in het verkeer en trauma's het gevolg zijn van alcoholmisbruik. Er kan alcoholvergiftiging optreden en mensen weten dan niet eens meer wat ze doen. Het kost miljoenen aan materieel en niet te spreken over de gezondheid. Want miljoenen mensen raken invalide of ze gaan dood door toedoen van een andere die te veel alcohol op had. Laten we alsjeblieft daar voorzichtig mee zijn. Dan gaan we naar het gezondheidskompas van de afdeling voorlichting van het ministerie van Volksgezondheid. We hadden het net over drugs en daartoe behoren ook geneesmiddelen. U zag het op de verschillende plaatjes bij de PowerPoint presentatie. Verslaafd raken aan medicatie, daar gaat het kompas over. Niet alleen genotmiddelen zoals alcohol en drugs kunnen verslavend zijn, maar ook medicijnen. Het kan gebeuren dat je een bepaalde periode medicijnen moet gebruiken en vervolgens merkt dat je er niet meer mee kunt stoppen. Een medicijnverslaving zal niet zo snel veroorzaakt worden door pijnstillers. De meest verslavende medicijnen zijn slaap- en kalmeringsmiddelen. Je merkt dat je verslaafd bent als er ontwenningsklachten optreden, zoals angsten, slapeloosheid of toenemende somberheid. En deze klachten kunnen zeer hevig zijn. Ook treedt bij langdurig gebruik gewenning op. Je hebt steeds meer van het middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. Nou, als u opmerkt dat dit verschijnsel zich bij u voordoet, dan is het goed dit te bespreken met uw huisarts. Het kompas van volksgezondheid. En dan zeggen we het weer. Onze gezondheid in eigen hand. En nu naar de wachtdienstregeling voor het
weekend. Zaterdag 27 juni, 6 uur 's morgens tot maandag 29 juni, 6 uur 's morgens. Paramaribo Wanika. Dr. D. Narayan, kliniek Basitostraat 53, dat is op Geersvleit, telefoon 458-585. Woning, telefoon 853-8221. Dr. M. Mohanlal Lalji, kliniek Kwattaweg 609A tegenover de Landbouwbank, telefoon 437-337. Dr. S. Ramdin, kliniek Sir Winston Churchillweg 817. Telefoon 866-8350. Woning, telefoon 442-418. Joshua Medical Center aan de Van Roosmalenstraat 31. Telefoon 420-279. En Dr. Erdan Pat aan de Sunilgo Koelstraat 4. Helena Christina, Pat van Wanica. Telefoon 368-652. Woning, telefoon 861-469. 95. Dan gaan we naar Nikeri, waar Dr. R. Lifo Shu een van de artsen in de wacht is. Kliniek en woning Waterloosstraat 19, telefoon 231-433. U kunt ook naar Dr. S. Manna, RGD Poli Groot Heenaarpolder, telefoon 234-172. Woning, telefoon 234-192. In Saramaka, Dr. P. Ramotaar, Poli Tijgerkreek, telefoon 375-144. Woning, telefoon 878-7977. In Kommerwijnen, Dr. R. Kassan Pawiro, kliniek en woning Poli Ellen, telefoon 322-353. Woont u in Coroni of Marowijnen? Kunt u naar een van de desbetreffende RGD-artsen in de wachtdienst. De spreekuren zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur 's morgens en van 5 tot 6 uur 's middags. Buiten deze spreekuren zijn de doktoren alleen voor spoedgevallen beschikbaar. SZF-verzekerde, u moet wel uw geldige SZF-kaart en geldige legitimatiebewijs meenemen, anders kunt u niet kosteloos geholpen worden. De apotheken in de wacht van zaterdag 27 juni tot en met vrijdag 3 juli. Apotheek Sint Vincentius Ziekenhuis, Koninginnestraat 4, telefoon 471-212. Het toestelnummer is 217. Open van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. De RGD Apotheek de Meerzorg, weg naar Peperpot 1. Telefoon 0354098. En die is open van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Let u alstublieft op de openingstijden. Dan hebben we die van Geersvleit, Wongse Radiostraat 2, telefoon 454917. En die op Ladydorp, telefoon 0366125. En beide zijn open van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. En ook nog Apotheek Ossan aan de Kwattaweg 200, telefoon 440-420 of 442-535. Ging het misschien een beetje te snel? Geen nood. De volledige wachtdienstregeling met ook nog de wachttandarts en de wachtdierenarts kunt u vernemen via ons servicenummer. En dat is nog altijd 148. Ook via de dagbladen, radio, tv, onze website, Facebook, via Surivits en What to Fur to kunt u de wachtdienstregeling ophalen. Dit is een public service van het SZF. SZF Magazine wordt uitgezonden via de STVS vrijdagavond na het journaal van 19:30. De herhaling zondagmorgen om 22:30. Rasonic TV Nikeri zendt uit om 18:30 op de vrijdagavond. Garuda TV doet dat op zaterdagavond om 18:30. Woensdag 1 juli, ik noemde het al. Woensdag is een vrije dag, een nationale vrije dag. Een belangrijke dag in de geschiedenis van Suriname. Op 1 juli 1863, 152 jaar geleden, werd de slavernij in ons land afgeschaft door de kolonisator, het voormalige moederland Nederland. En dat betekende nog meer emigratie.
Want eerder waren er de Chinezen en de boeren. Later kwamen de Hindustanen, de Javanen en andere bevolkingsgroepen die samen met de oudste bewoners van Suriname een kleurige bloementuin vormen. Stichtingsbestuur, directie en personeel van de Stichting Staatsziekenfonds wensen u een sweetie manspassi toe. Let goed op uzelf en tot de volgende week. Goedendag. SZF Magazine, heb je gezien? Het Staatsziekenfonds is er voor ons.